Corina en de beestenbol. Nou, Elwing heeft het al zo wat weer op. Rijker nog niet? Een hele goede, liefdevolle, fijne paars zondagmiddag gewenst. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik zie er weer feestelijk uit. Mijn laatste nieuwe jurk die ik gekocht had voor de kerst en dan hoesten. Ik haal het verkeerd adem. Dat gaat niet goed. Ja, dat heb je als je met een gekneusde rib zit. Ja, en gekneusde spieren. Dan adem je wel eens verkeerd en dan moet je hoesten. Ja, niks ziek hoor. Nee. Hé, we zijn zo gezond als een visje verder, hè? Jo. Maar welkom dus bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Waar is Gandalfie nou? Die was hier ook. Nou zeg, dan breng ik mijn klon ook daar. Daar is het andere beestje. Ja, en ik ga zo meteen met deze twee even lopen. En als ik weer thuis ben, moet Mary even een seinje geven van dat ik er weer ben. Want die moet naar de vouwmaat toe om een to-go tas halen. Dus ja. Dan komt ze eventjes hier aan op een bakkie. En ik heb ook nog heel veel te doen in de keuken, want er staat me toch een lading afwas van hier tot yesterday. Dus dat moet ook even schoon. Ja, het gaat ook even weer in de vaatwasser en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik ga nou lekker, ik hou wel van feest. Jullie ook? Ja, ik vind dat leuk, feestjes. Dus nou is het paasfeest, dus eitjes eten. Lekker! Ja! Dat komt allemaal goed. Ik ga zo meteen ook een paar gevulde eitjes maken, denk ik. Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ben niet zo gek erop, omdat allemaal... Ja, als je alleenig zit, hè, moet je dat allemaal klaarmaken en je moet het ook in je eentje opeten. Maar ik wist niet dat Mary zou komen, want die belt me net. Ja, nou... En die blijft ook niet lang, want die wil toch ook weer op tijd thuis zijn. Dus ja. Dus oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet in ieder geval van jullie paasfeest. Ik doe het op mijn manier. Ik heb lekker eten en ik had gisteren ook wel een gebakken eitje eroverheen. Nou, dat lust ik ook wel, een gebakken eitje eroverheen. Dus dat komt allemaal wel goed. En ik zou zeggen, hou vol goede moed. En met veel plezier. Geniet van alles. Met wat jullie vandaag doen, gaan nog, of al hebben gedaan. En thuis nou zijn en thuis weer het een en het ander gaan voorbereiden. Geniet er gewoon van. Ja, heerlijk. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei. Ja, lieve vrienden, het is mij te koud om geen vest aan te hebben. En de jurk is eigenlijk te mooi om er een vest over te hebben, maar ja. Maakt allemaal niet uit, ik heb het koud. Ja, het is alles behalve dan warm. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten, maar ik heb er net even de paasvlog gedeeld. Ja, ik heb een speciale paasvlog gemaakt voor iedereen. Ook voor jullie. Ja, is dat nou online? Dus ik zal gauw kijken gaan. Ja? Dat, maar in ieder geval, Mary is ook nog even wat koffie gedronken. Ze is al lang alweer weg hoor. Ja, want ze moest om 5 uur bij de woonma wezen. En de vaat die draait lekker in de vaatwasser, dus dat gaat ook goed. En straks even lekker happy eten en de hondjes moeten dan er alweer uit. Dus ja, het gaat allemaal, want dat gaat het gewoon met een gangetje. Enkel, ik zou een broodje eten met een zoute haring en een siepeltje eroverheen. Wat dacht je? Was ik vanaf vergeten brood uit de vriezer te halen? Ja, dat schiet lekker op, hè? Nee, dus. Dus ja, ik wil dat nog wel hebben voor mijn warm eten. Ik wil dat gewoon hebben, weet je. Ik vind het lekker. Daar ga ik op vreugde. Ja, dan moet je wel brood uit de vriezer halen.
Anders werkt dat niet. Nee. Maar ja, komt goed hoor. Ja. Dan eet ik iets later warm eten. Ja toch? Komt allemaal goed. Maar ik zal en ik moet dat broodje met zouten. Oftewel een zolte maïsiepel. Dat is op z'n vries. Oftewel een zouten haring met uitjes. Wil ik hebben. Punt. Ik haal niet voor niks in huis. Ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie paasdagen. En ga er gewoon voor. Doe leuke dingen met je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, weet ik, van wat je allemaal hebt. Dat weet ik niet. Of je buurkinderen, kan ook nog. Ja, die heb je ook. Zeker. Doe gewoon iets leuks met iedereen. Ja, daar kijkt iedereen naar uit. Gewoon leuke dingen doen en laat de anderen maar kletsen. Ik wou gelijk wat anders zeggen, maar mond spoelen. Laat de anderen maar kletsen. Dus gewoon gaan met die banaan. Ja toch? Nou, lieve vrienden, geniet. Tot later. Nou, Elwing heeft het al zo wat weer op. Rijker nog niet? Je hebt nog wel. Lekker, meisjes. Oh, zo lekker. Oh, zo lekker. Hé? Lekker, hè? Lekker een pannetje met pens en een eitje erdoor. Oei, 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 wat worden we weer verwend. Hé? Nee. Had je nog niet schoon genoeg, kind? Nog even, kan ik het zo in de kast zetten? Ja, dat zijn droge brokken. Die zijn je nou tenminste zeker. Hé, nou zo'n lekker pannetje. Hé? Nou, dan kan er wat anders in zometeen, hé? Ja, dan krijgen jullie zometeen nog wat. Nou ja, ik moet ook eerst eventjes iemand binnenlaten. Ja, want dan zit er eentje te miauw, 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 miauwen. Joh. Brom, brom, brom. Ja. Was dat lekker, Elwing? Ja? Nou, jullie krijgen zo nog een beetje. Joh. Hé? Daar is het paarse voor, zeg maar. Ja, lieve vrienden, zo gaat het hier af en toe toe. Als er een feestdag is, krijgen mijn beestjes ook wat lekkers. Hé? Ja! Potverdikkie, hè? Ja, nou. En dan zeggen we gelijk voor nu allemaal een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Wat gaan we doen? He, allemaal een hele liefdevolle, fijne avond gewenst. Geniet ervan. Voor later op de avond zeggen we wel rusten en mooie dromen. En tweede paasdag weer gezond uit je bed zien te komen. Doei, doei allemaal. Nou, lieve vrienden, dit is toch bizar, hè? Een prilletje zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed. Nou ja, de witte hoed komt wel naar beneden. Die winkelt grijs, grauw en weet ik veel. Mijn, ja, daar op de tafel een paar stipjes. Maar op de straat zelf blijft het niet erg liggen. Maar, die vinden het ook maar bizar, deze twee. Die denken ook van, gaat er jakkers? Hé, ja nou. Maar het is zo bizar. Ik heb voor een wit randje voor het raam. Ja?
Nou ja, dan zal ik even omhoog. En het is aan de kant van het parkeerterrein. Nou, het is echt bizar. Je kunt amper wat zien. Zo wit is het van de val wat naar beneden komt. En dat blijft maar mooi, hè? Ja, dat blijft maar mooi. Echt wel. Daar ben ik nog steeds trots op. Nou, dan leggen die twee lieverds. Nou, ik heb net even lichtje aangedaan, want dat werd me een beetje te donker. Ik denk voordat ik de stopcontact straks niet meer kan vinden achter die televisie. Hé? Ja, bizar. Ariakkes. Niks aan, hè, Rijka. Niks aan, hè. Nee. Moet het nog maar even wachten met lopen, hè. Ja, tot het weer droog is. Ja, nou, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne liefdevolle avond, hoor. Ja, want het is 6:00. Dus smakelijk eten, een bon appetit. En prutjes. Doei!